Wauw, ik zie er echt verlept uit. En er is ook echt weinig over van mijn vlecht. Oh, vermoeiende dag. Ik heb wel een grappig verhaal. Ik had scheikunde Olympiade vandaag. En dat is echt zo'n heel stom, ja, wedstrijdachtig iets. Maar je wint toch niet. Maar je doet gewoon mee omdat je dan zeg maar extra punten kan verdienen voor je proefwerk. Dus dat ging ik doen. Het was op de studiezolder. Dat is een hele grote, ja, zolder van onze school waar dan iedereen zit. En iedereen zat daar dus dat ding te maken. En ik was met Emma een beetje aan het overleggen. We waren een beetje aan het fluisteren en zo. En zeg maar die vrouw die op de studiezolder werkt, die is heel erg, ze is heel erg lief. En zo'n dikke vrouw die heel een beetje onnozel is, maar gewoon zo'n heel lieve, schattige vrouw. Dus we waren een beetje aan het fluisteren, aan het overleggen. En die vrouw zegt zo, oh, ik hoor jullie wel daarachter. Dus komt er naar ons toe. En wij dus tegen haar, ja, we snappen vraag 2 niet. Het was eigenlijk niet zo, maar we wisten gewoon niet dat het antwoord was. Dus ze kijkt een beetje naar die vraag. Zegt ze, ik ga wel even kijken wat ik voor jullie kan doen. Dus ze loopt naar zo'n andere tafel waar 2 jongens uit de 5e zitten. Vraagt ze aan de jongens van, wat hebben jullie bij vraag 2? Dus de jongens, ja, wij hebben B. Dus ze komt er naar ons toe. Ik zou B opschrijven, want zij hebben B. Ging ze een heel rondje lopen over de studiezolder en komt ze weer naar ons terug. Ja, wel veel mensen hebben B opgeschreven. Dus B is denk ik wel goed. Echt zo schattig. En nou, het was echt grappig. We gingen echt helemaal stuk. En voor de rest was het ook gewoon één grote grap, die hele Olympiade. Maar het is altijd zo bij Olympiades. Want de vragen die ze stellen, denk je echt van, hoe kom je erbij? Dus dat was grappig. Sorry dat jullie nu voor dit hele verhaal naar dit hoofd hebben moeten kijken. Ik zie er echt niet uit. Ik ga zo Wie is de Mol kijken en dan ga ik douchen en dan ga ik lekker mijn bedje in. Nou, volgens mij komt er geen Wie is de Mol meer vanavond. Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal wel gehoord. Er is een man met een pistool het NOS-pand binnengelopen. En heeft allemaal dingen, enge dingen gezegd. Ja, nu staat het beeld stil de hele tijd op Even Geduld AUB. Dus ik denk niet dat er nog Wie is de Mol komt. Eerst vond ik het echt heel kut. Maar ja, het is ook best wel gewoon erg wat er is gebeurd. Ik weet het ook niet zo goed. Ik weet niet zo goed wat ik van de hele situatie vind. Ik vind het een beetje engig. Ik wil dat mensen gewoon allemaal aardig zijn tegen elkaar. Oh, ik snapte dus net niet waarom ze niet konden beginnen weer met uitzenden. Want ik had zoiets van, ja, er is toch gewoon problemen bij de NOS en niet bij de zender. Ze kunnen toch gewoon doorgaan met Wie is de Mol. Maar ik lees nu dat de eindregie van de NPO is ontruimd. Dus dat ze het niet kunnen opstarten. En dat ze proberen het zo snel mogelijk weer op te starten. Maar goed, het is nu al 9:05. Dus misschien dat ze Wie is de Mol wel gewoon een week doorschuiven of zo. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Maar wel jammer, want ik zat er al de hele week naar uit te kijken en nu is het niet. Ik wil deze schoenen heel graag kopen, maar ze zijn heel duur. Nou, hier 660, maar op een andere site, een Engelse site, heb ik ze gevonden voor €110. Dus dat valt dan op zich wel mee. Kijk hoe leuk! Ik wil ze echt heel graag. Maar ik weet niet welke maat ik moet en het is duur en ik weet niet of ik het moet doen. Ik heb de schoenen besteld. Ah, ik vind het een beetje eng, want ik ben bang dat die winkel eigenlijk niet betrouwbaar is. Maar hij leek wel betrouwbaar en nu krijg ik ze al over iets van 3 werkdagen. En ik ben echt blij. Ik heb net gefilmd, hier zo. De camera is niet in focus, maakt niet uit. En dit is mijn outfit. Ik wilde heel graag dit shirt aan en ik dacht vandaag, ik ga toch niet naar buiten of iets. Dus ik kan best wel eventjes zo'n shirt aandoen. Het is een beetje koud, maar... En ik heb mijn witte All-Stars weer aan. Die heb ik echt herontdekt een paar... Holy shit, ik ben ingezoomd. Heb ik herontdekt een paar weken geleden. Die had ik in Amerika echt elke dag aan. Vandaar dat ze ook niet meer wit zijn. Maar goed, ik ga nu de video editen en zo. De stukjes die nu komen, even voor duidelijkheid, zijn van mijn zusje die mijn camera had gestolen. En ik heb nog niet gezien, ik ga nu kijken, maar ik denk dat ik er wel wat van in mijn vlog ga laten. Dus ja, dat komt nu. Hallo allemaal, ik ben Silke, het zusje van Afke. En ja, ik moest haar camera even halen. Maar ik dacht, ik ga even... Hoi heren. Oké, het staat nergens op, ja? Hallo, mijn naam is Enzo Knol en dit hier is Deetje en wij gaan vandaag een ei bakken. Nou, ik ga vandaag vloggen, een dag uit mijn leven. Ja, en ik ben zo cool, want ik ben Enzo Knol. Ja, ik ben Enzo Knol. Nou, daar ben ik weer. En ik ga even laten zien hoe Afke eet. Nou, ik hoop wel dat ze dit stukje in haar vlog gaat doen, of ooit een keer. Want ja, dat lijkt me gewoon echt helemaal geweldig. Oké, dat moet even opnieuw, hè. Dikke, vette pies. Knol, power. Oké, doei. Hoi. Zeg nog even hoi. Wil niet. Hi. Ik film mezelf in de spiegel. Ik zie er echt niet uit. Oké, doei. Hallo, we zijn in Leiden in een parkeergarage. Ik bedoel, ik, mama en Meerte. We gaan naar de Leidse Schouwburg, naar een toneelstuk.
en Waldemar Torrent gaan spetteren in. Ik ben al helemaal gelukkig. Het is eigenlijk een toneelstuk van De Ontdekking van de Hemel. En het is best wel, zeg maar, het is zo'n heel dik boek van 1000 bladzijden. En het is echt Harry Mulisch. Een dikke pil van Harry Mulisch. En ik ga het niet eens lezen, want het lijkt me echt veel te saai. Maar we gaan nu naar het toneelstuk ervan. Ik wilde er heel graag heen, omdat ik zag dat Waldemar erin speelde. Dus ja, ik hou echt van Waldemar. Sinds ik hem zag in Bright Flight, ben ik echt verliefd op hem. We zijn inmiddels weer thuis. Mijn haar is echt onwijs lang vandaag. Het heeft zo'n lange dag. Ik kan het niet uitleggen. Het was echt heel cool. Het was wel, zeg maar, ja, hoe noem je dat? Diepe, moeilijke onderwerpen. Maar het was echt heel goed gelukt om het echt, zeg maar, begrijpelijk en ook een beetje luchtig te maken. En er zaten ook wat grapjes in. En ja, het was toch dan, het maakte het iets minder zwaar en zo. En het was echt goed te volgen. Ik vond het best interessant. En ja, het was leuk. En het was leuk om Waldemar het echt te zien. Al is hij wel oud trouwens. Hij had best wel een buikje. Maar nou ja, het was echt leuk. We konden ook echt goed spelen. En een zo'n meisje speelde cello. Nou, meisje, het was eigenlijk een vrouw. Maar ze leek veel jonger dan ze was. Speelde cello en ik hou echt van cello. Cello is echt mijn lievelingsinstrument. Als het zeg maar op klassieke muziek aankomt. Niet dat ik dat vaak luister, maar gewoon, weet je wel. Het is vandaag zondag. Ik ben nog steeds in mijn pyjama. Kijk. Super mooi. Ik heb best wel een productieve ochtend gehad. Ik heb mijn referaat, mijn presentatie voor Nederlands geschreven. Ik moet een presentatie van iets van 12 minuten houden over het feit dat de mens de aarde vernietigt. Want ik heb daar altijd echt zo'n standpunt in. Zo van, jongens, we doen echt iets kuts met de wereld. Maar goed, het is heel deprimerend en zo. En ik ga er verder niet tegen jullie een hele rant over houden. Maar nou ja, dat dus. En ik moest mijn PWS-presentatie soort van in mijn hoofd leren. Want morgen is dus de presentatie van ons profielwerkstuk. En dat is zeg maar echt het allereinde. En dan zijn we echt klaar met PWS. Dus daar hebben we gisteren aan gewerkt de hele dag en zo. En ja, het gaat wel goed denk ik. Ik denk dat het wel goed komt. En nu ga ik eventjes lekker iets leuks doen. Want ik heb nu geen zin meer om stomme, saaie schooldingen te doen. Ik ben alleen thuis, dat is fijn, want dan kan ik in de keuken vloggen. Ik ben een croissantje aan het bakken voor mezelf en een broodje. Een croissantje met ham en kaas. En even lunch maken en zo. Het is, hoe laat is het? 2 uur. En ja, ook even wat blueberries, want ik hou van blueberries, kijk. Super cool. Ik ga even hallo zeggen tegen de ratjes. Gaan jullie mee? Hey, hey Sammy. De overpiept, hoor je dat? Hoor je dat? En daar zijn er nog 2 aan het slapen. Hallo. Oké. Ik ga eventjes mijn croissantje uit de oven halen als hij klaar is. Even kijken. Mag nog wel ietsje langer. Ik ben hier heel slecht en ik doe altijd maar wat. Kijk, dit zijn onze... We hebben 3 ovens in huis. Nou ja, dit is eigenlijk een... Combi, magnetron en oven. Dit is een oven. Dit is ook een oven. Echt erg. Croissant, het wordt nou heet. Het gaat langzaam. Mijn batterij is nu bijna leeg. Dus ik ga denk ik even stoppen met jullie vervelen met mijn saaie gezwets. Doei. Yummy, yummy. Ik kan heel slecht tegen stilte. Dus ik heb gewoon altijd muziek aan als ik ergens alleen ben. Of zo, als ik iets alleen aan het doen ben. Behalve als ik aan het... leren ben. Maar ik kan gewoon heel slecht tegen stilte. Maar oké, ik was het liedje aan het luisteren. Volgens mij is die net afgelopen. Ja. Die heeft Jules me gisteren laten horen. Het is een mashup van Blank Space en Style. Allebei van Taylor Swift. En ik had het al ergens voorbij zien komen op Facebook. En toen dacht ik, oh, die wil ik echt kijken. En toen had ik het vergeten. Maar ik ken wel allebei die liedjes, zeg maar, apart. En toen hoorde ik dit. En het was echt zo... Er is echt een hele mooie tweede stem. Dus ik was even, oh my god. En nu vind ik het echt mooi. Maar oké, dat was waarschijnlijk niet interessant. Als je het nog niet gezien hebt, ga het kijken. Ik zet wel een linkje in de beschrijving als ik het niet vergeet. Misschien wel, maar niet. Nog een liedje wat jullie allemaal moeten luisteren. Je hoort hem nu. Wildest Dreams van Taylor Swift, maar dan de cover van Madeline Bailey. Het punt met de liedjes van Taylor Swift is... Ik had volgens mij verteld dat ik haar album had gedownload. Ze zijn best leuk, maar ik vind de covers leuker. Want die maken er gewoon... een beetje iets levends van. Want die liedjes zijn allemaal een beetje saai of zo. Allemaal heel vlak. Van mensen die het coveren vind ik het juist leuk dat die er wel nog iets van leven in blazen. En ik vind deze zo mooi. Dus ga die ook allemaal luisteren. Het is 6 uur en eigenlijk lig ik al de hele middag een beetje zo in mijn bed. Zo hier zo. Lekker chill. Een beetje editen en YouTube en zo. En niet zoveel veel gedaan. Dat is eigenlijk best wel lekker. Nu moet ik eventjes normale kleren aan gaan trekken. Want ik ga zo meteen uit eten met mijn vader en mijn zusjes.
Mijn moeder is er niet. En we gaan naar Leiden, naar Zoeka. Daar was ik een paar weken geleden ook met Jules en Cel. En dat was heel lekker. Dus ik dacht, ik neem mijn familie er even mee heen. Dus daar gaan we zo heen. En ik moet me dus nu eventjes gaan omkleden. En ja, dat. Kijk. Oh. Ja? Hey.